Bij de Enjoy College Tour. Vandaag hebben we iemand te gast die al jarenlang libero is geweest van het nationaal team en bij topclubs in het buitenland heeft gespeeld. Dirk Sparidans, hoe is het om deze keer zelf je verhaal te doen in plaats van de vragen aan anderen te stellen? Ja, hartstikke leuk eigenlijk wel. Toen de presentatie aan het maken was, dan ga je toch weer een beetje door je carrière heen en denk je wat voor dingen belangrijk voor je zijn geweest. Het is een hele mooie manier om terug te kijken en ook te kijken wat je lessen zijn geweest. En ja, ik hoop dat ik iets kan bijbrengen vandaag, dat ik iets kan vertellen waar mensen van kunnen leren. Ik hoop dat er veel vragen komen ook. Maar voordat we met mijn stukje gaan beginnen, wil ik graag de special guest, een goede vriend van mij, een international, speelde afgelopen jaren in Frankfurt. En ja, al jarenlang mijn maatje in het volleybal, samen Jong Oranje gespeeld. Samen op een kamer in Amsterdam gedeeld. Ewout Gommans, Ewout, welkom. Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging allereerst, Dirk en Yannick. Superleuk dat ik hierbij mag zijn. En zo gezegd ben ik Oranje International al 10 jaar inmiddels, geloof ik. Ik wil het vandaag wat delen met jullie over het omgaan met de tegenslagen die ik wel behoorlijk heb gehad in mijn carrière. Dus daarover zal ik later wat meer aan jullie vertellen. Oké, Ewout, dankjewel. Zal ik het nu eventjes overnemen met mijn stukje? Nou, ik ben, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Dirk Sparidans. Ik ben vanaf dat ik heel jong ben bezeten van het volleybalspel. Ik had echt de droom om de beste te worden. Ik zat altijd vroeger in de huiskamer met een ballon. Dan was ik in de weer. En we hadden een heel klein latje boven. We hadden van die schuifdeuren. En we hadden een heel klein latje hangen daar. En dan wil ik altijd springen om daarbij te kunnen. Dus ik heb altijd de droom gehad om het Nederlands team te halen en een carrière te hebben in het buitenland. Dat is me uiteindelijk allebei gelukt. Ik heb afgelopen WK met Oranje gespeeld, het afgelopen EK 2017. Dat was niet het afgelopen EK, maar het EK daarvoor. Heb ik ook gespeeld. Ik heb in Frankrijk gespeeld, in Tsjechië gespeeld, in België gespeeld. Ik heb een hoop lessen geleerd. Ook hoe je omgaat met dat je niet altijd een basisplek krijgt op het moment dat het bij de mannen erop aankomt. Ik was vanaf jongs af aan altijd wel een talent, maar ik heb ook wel moeten leren knokken voor mijn plek. En ik ga daar jullie vandaag het een en ander over vertellen. Ook op een interactieve manier door wat video's te laten zien, vooral ook wat tactische dingen. Omdat ik maar 1,80 meter ben, heb ik altijd van jongs af aan moeten leren om het spelletje goed te lezen. Heb ik moeten leren om snel te zijn, om slim te zijn. En daar heb ik toch wel wat benefits uitgehaald in mijn loopbaan. Ik denk dat ik vrij goed het spel las. Dat ik natuurlijk ook omdat ik klein was wel snelheid moest hebben. Maar ik denk dat ik vooral met dat spelinzicht wel een verschil heb kunnen maken in mijn carrière. En ik probeer jullie daar vandaag een beetje in mee te nemen. Ik heb hier ook op de slide staan dat ik de neiging heb om snel een paar stappen over te slaan. Dat kan vandaag ook gebeuren. Dat zit een beetje in de aard in het beestje. Ik was ook altijd in mijn carrière bezig met, leuke stap, kampioen van Nederland, maar ik wil verder. En ik kon ook niet zo heel erg genieten van succes. En ja, nu was het ook wel leuk om daar een stukje terug op te kijken, omdat je toch wel ziet wat je bereikt hebt. En dat is wel mooi. Dus als jullie zeggen, even een paar stappen terug. Even een paar stappen richting het moment dat je er naartoe hebt moeten komen en wat je geleerd hebt. Alsjeblieft, ik ben hier voor jullie. Dus stel je vragen. Ik zal overal helder antwoord op geven. Ik vind het hartstikke leuk om dit te doen. Je ziet daar links op de slide een foto van mij op het EK in 2017. Rechts ook op hetzelfde EK. En in het midden zie je een foto van mij en mijn ouders en mijn zus. Vorig jaar speelde ik mijn laatste wedstrijd in Tours in Frankrijk. Ongeveer 1 jaar en 2 weken geleden. En dat was mijn laatste wedstrijd als professioneel volleyballer. Dus ja, dan heb ik een klein beetje over mezelf verteld. Dan ga ik naar de volgende slide. Paas en mentale vaardigheden, daar ga ik jullie iets over vertellen. Links zie je het kleine geblondeerde mannetje in beeld, dat ben ik.
samen met mijn vader. Ik werd gewisseld voor mijn vader. We hadden allebei nummer 7. En ik was laatst nog bij mijn ouders. En ik heb het shirtje nog steeds liggen. Hartstikke leuk. Ik was van jongs af aan, voelde ik wel dat ik aanleg had, dat ik talent had. We hebben hier met Arnold van Rey in de vorige college tour ook gehad over talent en over geboren talent en misschien hard moeten werken. Ik heb in het begin af aan, kan ik wel zeggen, vooral op mijn talent geteerd. Ik merkte dat ik veel aanleg had. Ik keek veel naar mijn vader vroeger. Ik merkte dat toen ik ging volleyballen, dat ik het eigenlijk wel vrij snel onder de knie had. Dat ik vrij snel de technieken mijn eigen kon maken. En ja, in combinatie met die droom en het talent wat ik had, had ik al snel het gevoel dat mensen ook naar mij keken. Dat ik de kans groot was dat ik het zou gaan maken. En ja, dat was wel een mooie tijd. Dat was intensief en dat was een hartstikke mooie tijd. Nou ja, in die tijd en ik denk nu ook, wordt er in de opleidingsstructuur heel veel gefocust op het individuele techniekstuk. Dus het gaat veel over gestrekte armen in de paas, bal naast je pakken. Als er discussies zijn, gaat het heel vaak over de techniek. Terwijl ik er toch wel heel erg ben achtergekomen dat technische en mentale vaardigheden absoluut niet hetzelfde zijn, maar elkaar wel kunnen versterken, mits ze goed in je hoofd en in je lichaam zitten. En ik zet daar ook een Eureka-momentje neer in die lamp, dat ik heb heel lang op techniek getraind en heel veel talent gedaan. En deze foto is genomen en voor de goede kijker herkent die ook Floris van Rekom, Jasper Dievenbach, Tom van Boogaard, Nibir Abdelaziz en ik in het blauwe shirtje. We werden hier kampioen van Nederland. We wonnen hier van onze andere gast, Ewout Gommans. Ja, die foto betekent veel voor mij. Ik had een zware playoffs finale. Ik merkte dat ik onder druk kwam te staan. Ik merkte dat ik eigenlijk alle ballen op mij geserveerd kreeg. En voor het eerst in de finale staan is iets anders. Hè. Ik had al wat bekerfinales gespeeld. Supercup, maar een landstitel is toch wat anders. En ik merkte toen pas wat het eigenlijk betekent. Wat voor mentale vaardigheden je toe moet kunnen passen. Om een verschil echt te kunnen maken op dat niveau. En misschien is het wel leuk als Ewout daar eventjes iets over kan zeggen. Ewout? Ja, nou ja, ik weet die finale helaas nog heel goed. Dat we er keihard vanaf gingen in Apeldoorn. Ja, maar ik wil even van jou weten, Dirk. Waarom kan je daar dan niet van genieten als je zo'n eerste mooie finale van de playoffs in Nederland wint? Want dat heb je net bij je... Ja, dat klopt. Dat is ook iets wat ik ook altijd wel vreemd vond om te vertellen hoor. Ik was, wat ik net zei, altijd bezig met een stapje hoger. Ik denk dat ik in totaal maar 2 minuten van die overwinning genoten heb. En dat ik er wel heel veel spanning en stress en dat ik het zo graag wilde om het te halen, om het te bewijzen. Dat het in de aanloop naar de titel zelf heel intensief was. Daarna was het 2 minuten genieten en ik kan me ook nog herinneren dat het 48 uur later was het alweer melden op... in Capelle aan de IJssel bij het nationaal team, waar ik toen ook voor geselecteerd was. Dus ja, waarom kan ik daar niet van genieten? Dat is iets wat ik gedurende mijn carrière wel wat geleerd heb. Maar in het begin was ik wel wat obsessief met het bereiken van de top en het bewijzen. Dat is ook een stukje wat terugkwam in het webinar van Arnold, die ook mijn coach is geweest. En die zei dat ook inderdaad, iemand die zich heel erg wil bewijzen. Nou, dat had ik zeker wel. En je leert naarmate je ouder wordt, leer je hoe je je techniek en je mentale vaardigheden zeg maar op één lijn kan houden, zodat je in de juiste balans zit en dat je ook wat kan betekenen voor de jongens om je heen. En, nou ja, daar hoop ik wel later nog iets op over te zeggen. Jannik, zijn er al vragen toevallig? Ja, zeker. Een goede vraag ook. Vind je dat mentale ontwikkeling bij het trainen in Nederland te veel achterwege blijft? Dus eigenlijk of daar te weinig aandacht aan geschonken wordt momenteel? Ja, daar kan best wel duidelijk over zijn. Ik vind van wel. En dan hebben we het niet over choken. Sommige mensen hebben een obsessie voor choken. Daar heb ik het niet over. Ik heb het vooral over teamspel. Ik heb het met name over de invloed die je hebt op elkaar. Je staat heel dicht bij elkaar. En ik vind dat er veel te individualistisch wordt gekeken in de opleidingsstructuur in Nederland. Ik vind dat er... Ik kan het nu niet precies zeggen over de topteams in de jeugd. Maar het wordt toch wel vaak beslist op de jongens die
veel talent hebben, die veel kwaliteit hebben, maar ik ben altijd wel ook, ik heb oog voor de mensen die iets voor team betekenen, die voor het team willen spelen, durven spelen, zichzelf on the line willen zetten, om zelf een slechte wedstrijd te spelen, bijvoorbeeld in dienst van het team, van iemand anders. En dat noem ik eigenlijk mentale vaardigheden. Dus op het moment dat het er echt om gaat, iets voor je team willen doen, jezelf natuurlijk willen bewijzen dat je het kan, maar dat vind ik heel erg passen bij mentale vaardigheden. En ik vind dat daar ja, toch wel onvoldoende character building eigenlijk bij de jonge volleyballers. Dat zou voor mij wel wat meer mogen, daar ben ik eerlijk in. Dus ja, ik hoop dat dat een beetje antwoord op de vraag is. Oké, ik ga jullie wat vertellen over de Paas en hoe ik denk dat de Paas echt het verschil kan maken. Ik heb natuurlijk veel te maken gehad met, ik heb gespeeld met grote namen, grote volleyballers. En altijd is het eigenlijk wel zo dat door het publiek de aanvallers als MVP worden gekozen. Nou, dat heb ik inmiddels geaccepteerd. En dat kon ik ook accepteren. Ik denk dat de kenner zeker wel een paaslijn als geheel kan waarderen. En zeker de rol van de libero daar ook in, die toch een hoop bepaalt. En dat zal straks in video's ook wel hopelijk wat meer duidelijk worden. Maar ik geloof wel degelijk dat de paas het verschil kan maken. Mijn eerste aanraking daarmee is eigenlijk de verantwoordelijkheid die ik als jonge speler bij Red Bull Strikwerda kreeg. Ik kwam als jeugd international erbij. Ik was 19 jaar en ik kwam met grote jongens te spelen. Ik mocht meteen Supercup spelen, Champions League. Het was een ongelooflijk mooie periode met nieuwe dingen die op me afkwamen. En ik kreeg meteen veel verantwoordelijkheid. We speelden heel duidelijk in een tweestop, dus echt de paas met z'n tweeën. Zodat we eigenlijk ruimte hadden met twee hoofdaanvallers. Dus normaal gesproken heb je natuurlijk één diagonaal, twee paaslopers. Maar als je die ene eraf haalt, dan speel je dus eigenlijk met twee aanvallende mannen. En ja, dat was ons spel. Dus we speelden veel middenpipe, dus achter de 3-meterlijn. En dan leunden we heel erg op de tweestop. Met mij en Niels Blink was dat in die tijd. Met Ewout nog wel eens ingevergeerd. Toen heb ik wel heel erg veel geleerd over het verschil kunnen maken als libero, als je durft ook je back te gaan. Want dat is het natuurlijk. Je stelt je wel kwetsbaar open als je op het moment dat je zegt, oké, ik sta hier, ik pak 60% van het veld. Nou, dan moet je het doen. Als je een mindere dag hebt, dan gaat dat ook wel zichtbaar zijn. Dus ja, ik zeg hier ook van, hoe ga ik hier als libero het verschil maken? Nou ja, zone nemen en dus op die manier proberen om een verschil te maken. Ja, en daarin leerde ik ook heel erg van, wat is belangrijk op het moment dat het minder gaat. En ik kan me nog een leuke ding herinneren. Dat ik was heel obsessief. Ik wilde weinig fouten maken. En ik merkte, ik vond het mooi hoe een coach daar dan mee om kon gaan. En dat Red Bull Strikwerda, die had dan een oude buskaart, strippenkaart. En die nam die dan mee. En er waren 32 strippen. En ik mocht dan 32 fouten maken. En elke keer als ik een fout maakte, dan zette hij een streep op de eerste strip. En dan kon hij daarmee te zwaaien vanuit zijn jasje. Ik vind dat het is me altijd bijgebleven. Het relativeren moet bij sommige mensen gebeuren. Ik probeerde niet meer echt een beetje uit de stress van het moment te halen. Maar ook meer richting, weet je, iedereen maakt fouten. En later in mijn carrière heb ik geleerd wat voor dingen echt belangrijk zijn. Als het gaat om focus, daar kom ik later nog op terug. Een van de dingen die ik vind dat in teams op topniveau, maar ook op het niveau daaronder heel weinig gebeurt, is dat je echt durft om de body language van een serveerder te lezen. Nou ja, wat ik daarmee bedoel, kom ik later ook nog op terug. Maar ik vind het nogal vaak voorkomen dat pasers echt hun eigen zone nemen. Dat zal in de volgende slide nog niet helemaal duidelijk worden, maar in de slide daarna wel. Ik zou bijvoorbeeld ervoor opereren dat op het moment dat iemand, ik zie de pijl linksboven, dit is de plek van de serveerder. En degene met het sterretje is de libero in dit geval, maar dat kan ook de paasloper zijn. En dan heb ik zwart is eigenlijk de voorste paasloper en wit is de achterste paasloper. Dus ik wil eigenlijk zorgen dat mijn voorste paasloper vooral veel ruimte overhoudt in aanval. Nou, de grootste taak hiervoor is weggelegd voor degene in positie 1, dus rechtsachter. Dus de plek waar de libero nu staat. En ik vind dat dit heel erg een ondergesneeuwd onderwerp is. Je ziet heel vaak dat de spelers allemaal hun eigen zone pakken. En ik kan me ook nog wel herinneren dat ik met coaches heb gespeeld die gewoon heel letterlijk zeiden, oké, iedereen pakt zijn eigen zone. En als die niet functioneert, dan gaat die weg. Nou, ik vind dat hier een stukje mentale vaardigheden en leiderschap juist voor naar voren komen. Ik vind dat je juist als paas, en dat hoeft niet de libero alleen te zijn, op momenten dat het team het moeilijk heeft,
in deze oplossing kunt gaan denken. Weet je, de paas is mentaal een van de zwaarste dingen, samen met de surf. En dat zijn toevallig ook de twee dingetjes die belangrijk zijn in het spel. Surf, paas, zo, zeker bij mannenvolleybal, daar worden wedstrijden ook gewonnen en verloren. En dat begint hiermee. Nou, ik wil hier een video ter illustratie bijvoegen. Start met kijken naar de positie van de serveerster, rechtsachter. Ik denk dat aan haar body language te zien de kans heel klein is dat zij een bal op de rechterzijlijn kan serveren. Ik vertel mijn nummer 4 dat ze daarom ook ruimte kan laten op de rechterzijlijn en dat elke bal die daar komt mijn fout is. Wat ervoor zorgt is dat het veld eigenlijk kleiner wordt richting mijn nummer 12, linksachter. Die hoeft minder te passen omdat het mijn aanvallende speelster is. Ik wil dat zij zich kan focussen op haar aanval. Hoewel dat de vorige actie fout ging, vind ik dat irrelevant. Ik vind het belangrijk dat de passers zonne blijven nemen en zelfvertrouwen uitstralen. Diagonaal slaat de bal uit, kan gebeuren. We gaan in richting een time-out en ik denk dat het ook belangrijk is om dat te blijven vertellen. Dat ze vertrouwen blijven houden, dat ze niet in één keer de boel omdraaien. Wat je zo direct gaat zien na de time-out is dat de libero ook weer in de communicatiestand gaat. Dat de nummer 4 weer veel zonne aan de rechterkant laat. En dat we toch gaan proberen om met onze aanvallende speelsters, natuurlijk onze diagonaal nummer 8, maar vooral ook onze nummer 12, eigenlijk in aanvallende stelling te brengen. Kijk weer goed naar de positie van de serveerster. Kleine kans dat zij hem bij ons op de rechterzijlijn krijgt. Nummer 4 neemt zone. Nummer 15 pakt veel zone. Op deze manier blijven we ons spelletje spelen en blijven speelsters mentaal en ook fysiek hun verantwoordelijkheid pakken. Ik hoop dat iedereen de video bekeken heeft. Ik vind dit dus een onderstreping van hetgene wat ik net aan het vertellen was. Op dit moment staat eigenlijk de libero op de plek van het witte bolletje. Maar voor mij blijft de beweging hetzelfde. En wat ik met name aan het einde bedoel is mentaal en fysiek je verantwoordelijkheid pakken. Is, je kunt heel makkelijk als het één keer fout gaat het terugdraaien. Maar dan draai je het eigenlijk terug voor de hele wedstrijd. Ik vind dat je als je ergens voor gaat, dan moet je ergens voor gaan. En ik vind ook dat je als trainer, wat ik nu ook zelf ben, ook dat moet stimuleren. Dat speelsters, als ze verantwoordelijkheid durven nemen, ook aangemoedigd worden om dat te blijven doen. Ja, ik vind dit een hele simpele voorbeeld. Kijk, je kunt ook het pijltje op de dia, of op, de, ja, op het dia kun je ook op rechts zetten. En dan draait het eigenlijk het hele spel om. Ik denk sowieso dat op een wat lager niveau, maar ook op topniveau, op 2K, op sommige momenten ik heel zeker wist dat ik als libero de bal niet ging krijgen. Zorg dan dat je een groot stuk van het veld pakt. En op het moment dat je de bal krijgt, toch op de zijlijn, dat je hem gewoon omhoog speelt. En dat je alle ballen die eigenlijk in de zone komen waar je hem verwacht, dat je die perfect brengt. Dan maak je echt, ben je echt het verschil aan het maken. Yannick, zijn er intussen nog vragen binnengekomen? Jazeker. Een hele mooie vraag vind ik hier is, eigenlijk als je een paas verprutst hebt, hè, dus daar had je het net over in het stukje met Redbad, als je de paas verprutst hebt, hoe zorgde jij altijd voor de reset in je mind, zeg maar, in je hoofd, om weer naar de volgende bal te gaan? Ja, dat was natuurlijk in het begin. Het andere kleur shirtje kan ook een andere kleur, een andere druk met zich meebrengen. Dus in het begin was dat zeker soms lastig schakelen. Maar ik keek heel erg veel naar dat ik hetzelfde bleef doen. Dus dat ik eigenlijk focuste op wat ik wist dat een serveerder vaak deed. En zorgde dat ik daarop op bleef afgaan. Dus datgene wat ik van tevoren had bedacht, dat liet ik niet door één of twee ballen veranderen. Dus ik was wel stoïcijns in mijn uitvoering. En ik zorg er altijd wel voor dat ik de bal op waarde bleef schatten. Hè? Dus soms ben je geneigd om een bal op 24-23 moeilijker in te schatten dan op 0-0. Of op 1-6 voor of achter. En dat is totaal niet het geval. Je moet elke bal op waarde schatten. Je moet zorgen dat je altijd positioneel goed start. Zorgen dat je druk op je benen hebt. Hè? Dus probeer heel vaak terug te gaan naar de dingen die ik technisch geleerd heb. Taakgericht. Daar komen we zo direct ook nog wel verder op. Dus ik was altijd wel... Ik probeer altijd wel te praten tegen mezelf, maar ook tegen de jongens naast me. Herhalen van afspraken in mijn hoofd, maar ook met degene naast me. Dat zorgt altijd wel goed dat je weer opnieuw die focus krijgt. Oké, ik ga door naar de volgende slide. Mentale vaardigheden. Wat ik net ook al zei, heeft veel te maken met focus op die taak. Wat is mijn taak op dit moment en niet hoeveel is de stand of...
Hoeveel publiek zit er? Of nee, wat is mijn taak? Hoe kan ik van waarde zijn op dit moment? En ja, daar probeer ik heel erg naartoe te gaan. En ik probeer ook heel erg te reageren op wat ik zie. Je bent soms geneigd in een spel dat zo snel gaat. En als je het ook vaker hebt gedaan, om eigenlijk te reageren op wat je denkt dat er gebeurt. Hè? Dus vaak in verdediging ook op het moment dat een bal het blok raakt. En jij zet al één stap richting de bal, omdat je denkt dat die daar gaat komen, dan ben je te laat. Dus ik heb geleerd om goed positie te nemen en om echt te kijken en te reageren op wat ik zie en niet wat mijn hoofd me vertelt. Hey Wout, heb jij daar iets leuks over te vertellen? Ik ben benieuwd. Ja, want ik weet natuurlijk nog heel goed van onze tijd dat wij samen in het veld stonden. Om nog even in te haken op de vraag van net. Dat als er na een timeout of in een belangrijk moment, dat jij altijd je communicatie op orde had met de andere paaslopers, waaronder ikzelf. En dat gewoon altijd duidelijk was, jij gaat dit doen, ik ga dat doen. En ik denk dat dat als libero zijn gewoon heel erg belangrijk is om te blijven communiceren. En om even in te gaan op reageren op wat je ziet, wat je hier mooi in de slide ziet staan, heb jij mij wel meermaals verteld toen wij jong waren, dat met een sprongsurf, dat je ook vaak naar de arm, schouder van de serveerder moet kijken. En niet alleen maar naar de bal. Zodat je goed kan inschatten waar die heen gaat en hoe hard eigenlijk ook. Dus dat wilde ik nog even graag toevoegen, Dirk. Nou, dankjewel. Een mooie compliment ook. Ja, dat klopt. Het lichaam van de speler vertelt je heel veel. Eventjes uit deze paas onderwerp. Je hebt in het volleybal heb je eigenlijk qua aanvallers en serveerders, je hebt altijd voorkeur, kun je zien. Dus we praten in het volleybal heel veel uit in de schouder slaan. Dus dat is eigenlijk iemand die de bal het liefst daar slaat. Ja, dus op links voor rechtdoor. En op links voor uit de schouder, dat is meer daarheen. Dat zijn altijd voorkeuren die spelers hebben. En dat kun je in serve kun je dat heel goed terugzien. Je kunt eigenlijk al zones uitschakelen. En dat moet je ook durven. Omdat iemand daar liever niet serveert. Zeker niet op spannende momenten. En de grote, die kunnen het op de spannende momenten, maar 99% gaat altijd naar zijn favoriete bal. Ja, en dat klopt. De bal vertelt je niet alleen alles, maar vooral de lichaamstaal van de spelers. En je spelverdelen lezen, je serveerder inderdaad lezen. En kijk, en je kunt hier veel beter mee bezig zijn dan met het is 24-23. Dus als ik het heb over rechtsonder focus en mentale vaardigheden, dan gaat het... Kan het gaan over visualisatie, hè? Over wat heb je eerder gezien? Nou, als je richting de top komt, dan krijg je vaak video's te zien van tevoren. Doe je videoanalyse en dan kun je eigenlijk opslaan in je hoofd wat er op je af gaat komen. Ik deed dat zelf heel veel. Ik weet dat dat natuurlijk niet voor iedereen die optie is om wedstrijden op te nemen. Maar ik zou het toch wel iedereen willen aanraden. Zeker, ga proberen bij je teamgenoten. Ga bij je teamgenoten proberen te kennen waar iemand niet serveert. Waar iemand wel serveert, dat zie je. Maar waar iemand nooit serveert, ga er dan ook niet staan. En vanaf daar kun je verder ontwikkelen. En kun je jezelf echt een spelinzicht eigen maken. Ja, dus dat is een stukje visualisatie, een stukje ademhaling. Ik kon mij ook soms helpen op het moment dat je hete hal, hoge hartslag. Merkte ik altijd dat ik in hetzelfde ritme op het moment dat hij de bal opgooide, uitblies en in actie inging. Dus ja, als je wat ouder wordt, dan leer je ook met ademhaling eigenlijk je hoofd in de juiste zone te krijgen. Natuurlijk altijd terugvallen op je techniek. Je staat urenlang in de sporthal als jonge jongen. Echt 6 uren lang in Zeist op zondag. Ewout en Yannick weten er alles van. En daar moet je dat mee gebruiken, daar moet je op terugvallen. Het kan je uit de spanning halen door je op je techniek, je taak te focussen. En op die communicatie, Ewout, waar jij het net ook over had. Ik wilde daar wel altijd, de communicatie moet hoog zijn, moest goed zijn. Het moest, als er iemand bal tussen viel, dan zag ik dat altijd als mijn verantwoordelijkheid. Dus communicatie moet altijd top zijn. En dat vind ik een onderdeel van mentale vaardigheden. En dat is waar ik ook weer terugkomend op het begin. Hè. Het hangt een beetje een taboe over choken. Topspelers hebben het altijd over, je mag niet choken. Nee, ik vind het veel belangrijker dat je gedrag vertoont wat zinvol is en wat bijdraagt aan een team. Dan dat jij altijd de beslissende bal erin slaat of wat ik. Het gaat er heel erg om dat je bewust bent van je impact die je op elkaar hebt. En dat vind ik mentale vaardigheden voor jezelf, maar ook voor je omgeving. En daarom heb ik communicatie daar ook tussen gezet. Yannick, zijn hier intussen tijd nog vragen over die slides die ik net gehad heb? Ja, zeker. Je hebt net verteld over als speler, hè, dat je
zorgde voor bepaalde oplossingen. En dat je daar vooral in je communicatie, dat je dat goed op orde hield. Maar hoe doe je dat als coach voor jouw speelsters nu? Hè? Want je wil dan dat zij zelf de oplossingen gaan zoeken, neem ik aan. Hoe doe je het nu met de pet op van de coach? Ja, goeie. Ik probeer heel veel de dingen vooraf duidelijk te hebben. Dus ik probeer videofeedback over de wedstrijd te geven. Ik probeer ook met videofeedback te werken in trainingen. En ik probeer met elke speelster een aparte relatie op te bouwen. In dat je in een wedstrijd ze terug kan halen naar datgene wat je eerder in een video hebt besproken. Of eerder in een technische training hebt terug laten komen. Dus ik probeer op die manier mensen erbij te houden. Iedereen ziet als die een bal uitslaat. En dat hoef ik niet nog een keer te zeggen, dat weet diegene zelf ook, dat weet het publiek, dat weet iedereen. Maar ik kan iemand bereiken als ik zeg waarom dat gebeurde en dat we het daar ook al eerder een keer over gehad hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je als coach een knopje vindt waar je op kan drukken bij elk individu. En op het moment dat je dat kan, dan kun je het team beter maken. Tegen het team in het algemeen praten kan als redmiddel, maar ik geloof er niet heel erg in. Ik geloof wel heel erg in dat het individu het verschil maakt, maar vooral ook zich bewust is dat hij dat kan doen. Ja, en probeer daarin gewoon heel duidelijk een band met iedereen op te bouwen om op een knopje te kunnen drukken. Zoals ik dat bij mezelf deed, en hopelijk bij mijn teamgenoten, probeer ik dat ook bij mijn team. Ik ga door naar de volgende slide. En we gaan echt een beetje naar de tactische benadering van de servicepaas. We hebben het al eerder gehad over body language en over het lezen van wat de serveerder aan het doen is. Als je kijkt naar de foto rechtsboven, is een stil van onze wedstrijd op het WK tegen China. Is precies wat ik bedoel over een libero die geen zone neemt. En die dus eigenlijk op dit moment niks aan het bijdragen is voor zijn team. Nummer 11 staat links voor. Is een van de jongens die de bal erin moet slaan. We kunnen straks zien, het filmpje krijgt een beweging straks, dat Thomas de bal daar nooit gaat serveren. Dat is een van de stilste van een van de video's die ik heb. Die zal ik eventjes laten zien ter ondersteuning. Misschien is het wel leuk om daar naartoe te gaan. Ik heb dit beeld genomen van ons WK in 2018 tegen China, de groepsfase. Ik wil hier een stukje vertellen over het lezen van de body language van een serveerder. Let goed op de serveerder bij ons aan surf nu, nummer 15. Thomas, let op, nog voordat hij gaat serveren, kijkt hij al naar de plek waar hij hem naartoe gaat serveren. Hier. Thomas serveert graag vanaf linksachter. Daar gaat hij nu naartoe lopen. Let goed op zijn aanloop. Dus de manier waarop hij aanloopt is helemaal schuin richting de plek waar hij hem uiteindelijk heen gaat serveren. No way dat hij hem vanuit deze aanloop nog richting de libero gaat serveren. Hij serveert hem precies in de aanlooprichting op de plek waar je hem verwacht. Als het je opgevallen is, de libero had niet eens het idee dat hij de bal ging krijgen. Maar blijft daar toch staan. Ik begrijp niet waarom. Dat gaat er niet om omdat ik zelf libero ben geweest, maar dat kan ook een andere paser zijn. Wat sta je daar te doen als je weet dat je de bal niet krijgt? Waarom maak je je zone dan niet groter? Dit is in teambelang denken. Ik vind dit een voorbeeld wat je op topniveau terugziet, maar ook wat je op lager niveau ziet. Serveerders die zijn bezig met een opdracht serveren. Dus die serveren vaak één kant op. En de kant die of een coach zegt of waarvan ze denken daar staat de slechtste paser. En serveerder gaat niet op het allerlaatste moment wijzigen van surfrichting. Je kunt heel veel halen uit hoe iemand klaar gaat staan, hoe iemand aanloopt. Kijk naar zijn slagschouder, kijk naar wat hij doet. En ja, ik vind dat daar toch meer gedaan mee kan en moet worden. Hè? Dus je het hebt over een stukje visualisering. Er zijn ook wel stukken die terugkomen over positionering. Hè? Serveert iemand lang kort? Hè? Heb je een bal die echt strak is, die vaak diep op de achterlijn gaat? Stap dan dieper. Heb je een bal die een beetje een boogje heeft en af en toe ook korter valt, stap dan korter. Het maakt, zeg maar, het klinkt heel logisch, maar mijn ervaring nu ook als coach is dat spelers en speelsters daar zelf niet over nadenken. Dus dat ze eigenlijk altijd standaard op een plek gaan staan en dat jij ze ergens anders neer moet zetten en dat ze eigenlijk niet begrijpen waarom. Dus ja, weet je, een stukje spelinzicht in surf begint daarmee en daarna begint het spel vanuit de paas set. Weet je,
super belangrijk, vind ik. En je kunt heel veel informatie halen uit iemand zijn body language. Ik vind een voorbeeld daarvan. Ik heb vanmiddag natuurlijk wat stukjes zitten uit te knippen van wat is een goed voorbeeld hiervan. Is misschien wel het videootje wat ik nu ga laten zien. Ik zal hem eventjes inladen. Als het gaat over hoe je iemand vanaf het begin in zijn kracht kan zetten en ook een tegenstander het gevoel kan geven van wij weten waar jij heen gaat serveren en wij gaan daarop anticiperen. Hè? Dus meteen het spel begint eigenlijk vanaf het begin. Is super belangrijk en het lijkt wel, hè, soms zeggen mensen oké, de eerste bal die erin wordt geslagen en nou zijn we vertrokken, maar dat is niet. Ik vind dat het start eerder. Het start ook al bij een signaal afgeven naar je teamgenoten in de paas dat je bereid bent om zones vrij te laten. Nou, daar is dit videootje hopelijk een goed voorbeeld van. Oké, hier een voorbeeld hoe je als paaslijn het verschil kan maken en iedereen in zijn eigen kracht kan laten spelen. Dit is het WK, onze wedstrijd tegen Frankrijk. Dit is het begin van de wedstrijd. Dus de libero van Frankrijk komt er nu in. Dit is de eerste punt van de wedstrijd. De jongen naast mij is Thijs de Horst. Die staat eigenlijk vooral in het veld om aan te vallen. En de jongen rechts naast mij, links voor de kijker, is Gijs Jorna. Die staat er met name om te passen. Wij weten dat Tom Newty, de spelverdeler van Frankrijk, nu de bal gaat serveren op Thijs. 9 van de 10 keer, je kunt het ook zien aan de body language. Dus we gaan de zone van Thijs zo klein mogelijk maken, zoals afgesproken. Dit spreek je vooral af omdat Thijs nodig gaat zijn in de aanval. Dan komt de serve. Tom Newty serveert precies waar we hem verwachten. Precies in de paaslijn van Thijs. En we kunnen hem op deze manier uitspelen. Een heerlijk begin van de wedstrijd, lijkt mij. Zijn er nog vragen die binnenkomen via de chat? Nee, de afgelopen eventjes, nu is het even, ik denk dat het nu heel duidelijk is. Je kan lekker verder gaan. Ja. Oké. Mooi. Het gaat dus over verantwoordelijkheid nemen en initiatief. Dat zijn woorden die ik vaker gebruik zelf. Ik denk dat je ze ook moet belonen, wat ik eerder zei. Dat je moet zorgen dat je stimuleert dat spelers dit durven, want dat is nogal wat. Je kunt echt voor lul staan, om eventjes het kort te houden. Dat is zo. Maar het zorgt wel dat je groeit als speler en dat je een positie in het team krijgt waarin je ook vrijheid mag nemen. En waarin je ook daar ook respect mee krijgt op het moment dat je dit doet. Dat je iemand anders eigenlijk de druk bij iemand anders wegneemt bij een andere passer. En dat je zelf wat meer zone durft te nemen. Dat gaat dus ook heel duidelijk over je verlies durven pakken op het moment dat een bal geserveerd wordt in een zone waar jij eigenlijk niet verwacht. Ik wil nog een videootje laten zien om eigenlijk te illustreren. Ik ben natuurlijk zelf heel jong begonnen en opgestapt en uiteindelijk vanuit de Nederlandse competitie naar het buitenland gegaan. Een Nederlands team gehaald. Ik denk dat een heel groot onderdeel daarvan was dat ik dit op een gegeven moment onder de knie had en ook durfde. Dat ik heel goed kon zien wat er gebeurde vanaf de surflijn. Ik kon me daarin onderscheiden, denk ik. Dit filmpje is hopelijk illustreert wat de rol van een passer kan zijn. En nogmaals, dit hoeft niet de libero te zijn. Dit kan ook een passende paasloper zijn of wie dan ook. Dus ik hoop dat dit filmpje dat gaat illustreren. Ik wil jullie meenemen in dit uit een archief opgeduikelde video van mijn jaar dat ik in Tsjechië speelde. Ik kreeg in dit team heel veel vrijheid en ik wil jullie meenemen in mijn hoofd en de keuzes die ik maakte als libero om voor het team het verschil te maken. Kijk, hier heb ik al duidelijk mijn druk op mijn rechterbeen. Dus op het moment dat de jongen hem nu op de zijlijn serveert, ben ik gezien. Ik neem dat risico. Dat wordt ook geaccepteerd door mijn teamgenoten. Er is een vertrouwensband opgebouwd. Het is aan het einde van het seizoen, dus het team is goed op elkaar ingespeeld. Je ziet hier in deze video elke keer de keuzes die ik maak. Op basis van de analyses die ik zie op het moment dat ik de serveerder lees, maar ook uit de videoanalyse. Dus hier weer eigenlijk de zijlijn naast me laat ik helemaal gaan en ik ga er eigenlijk vanuit dat de bal tussen ons komt. Hier bescherm ik mijn nummer 9, wat onze zwakste passer was eigenlijk in die zone. Omdat ik eigenlijk al weet dat die bal daar gaat komen en ik het risico neem dat als hij hem rechts van me serveert, dat het wel eens een punt zou kunnen zijn. Hier weer hetzelfde, druk op mijn rechterbeen. Ik vraag nog aan de nummer 4 achter me of hij eventueel de bal in de lijn kan pakken als hij daar komt.
Maar de bal tussen is altijd voor mij, zodat de rest kan aanvallen. Hier weer hetzelfde. Ik probeer de bal tussen te pakken, zodat de jongen die naast me staat eventueel de pipe nog kan aanvallen. Nou, hij biedt zich aan, dus die mogelijkheid is er. Wat ik mooi vind is hier de nummer 3, die heeft echt het vertrouwen dat de bal die links van hem komt, dat ik die pak. Dus hij kijkt eigenlijk niet eens om op het moment dat ik de bal speel. Hij weet dat ik er ben. En dit is iets waar ik heel erg veel voldoening uit heb gehaald als libero altijd. Dat je hier kun je echt het verschil maken. Hier weer hetzelfde, druk op mijn linkerbeen. Alle ballen tussenin zijn voor mij. Als hij hem op de zijlijn serveert, probeer ik hem alleen nog omhoog te brengen. Hetzelfde verhaal weer, druk op het rechterbeen. Alle ballen tussen zijn voor mij. Ja, dus het gaat heel erg om in de dienst van het team kunnen spelen. En ja, daar kun je echt een verschil mee maken als paser, als je dat als paaslijn goed ordent. Dit is het laatste punt van de wedstrijd. Bal komt weer tussen mij en de nummer 3. En we plaatsen ons hier voor de halve finale van de play-offs. Jannik, zijn er na de aanleiding van de afgelopen slides nog vragen binnengekomen? Jazeker, een aantal vragen. Je hebt het heel erg veel over het lezen. Er wordt hier een vraag gesteld of je zelf wel eens echt vergist in het lezen daarvan. En hoe los je dat op dat moment daarna op? Ja, ik denk dat ik me soms niet vaak vergis in het lezen. Zeker op latere leeftijd heb ik echt heel veel beelden van de spelers gekeken. Op het WK kijk ik 6 wedstrijden terug van spelers. En die video's zijn dan geknipt en dan kun je ze echt allemaal achter elkaar kijken. Waar ik me soms wel in vergist heb, is de kwaliteit van de spelers waar ik tegenover sta. Dat ze dus op belangrijke momenten wel iets anders gaan doen. En de kunst is dus dat je de volgende wedstrijd niet ervan uitgaat dat je steeds tegen spelers komt die precies datgene op een cruciaal moment kunnen doen als die ene speler. Dat zijn echt uitzonderingen. Dus nee, ik probeer altijd wel standvastig te blijven in wat ik geloof. En ik denk ook dat het belangrijk is, omdat je op die moment, als je elke keer het om gaat draaien, als het één keer anders is, dan weet degene naast je ook niet meer wat er moet gebeuren. Dat zorgt alleen maar voor onrust. Dus ik denk, ook als het je er soms naast, dat het beter is om voor één ding te gaan. Ik hoop dat dat een beetje antwoord is op de vraag. Zijn er nog meer vragen? Ja, zeker. Je bedoelt eigenlijk gewoon dat je soms vergist, maar dat eigenlijk ook gewoon moet accepteren. Nou, dat is mooi. En ook een proces, denk ik, waar je als jonge speler, als je naarmate je ouder wordt, ook steeds beter in wordt. Ja, er is nog een vraag en dat gaat over wie het belangrijkst is geweest als trainer in je ontwikkeling als libero. En ik eigenlijk vanuit mezelf een toevoeging, vooral waarom die daar heel belangrijk in is geweest. Ja, 2 trainers eigenlijk. De eerste is toch echt wel Radboud Strikwerda. Wist me echt wel persoonlijk te raken, zowel binnen als buiten het veld. Gedreven, analytisch, maar vooral heel erg op het mens gericht. En ook heel erg gericht op zelf echt het verschil willen maken, zeg maar. Het was echt een coach die aan het begin van het seizoen kon zeggen: Oké, jongens, welkom. Ik kijk nu in de ogen van de kampioen van Nederland. Of tegen mij, wat is je droom, wat is je ambitie, wat is je doel, wat kan ik daaraan bijdragen? Dat is heel erg gericht op mijn ontwikkeling. Dat vond ik heel belangrijk in die tijd. Ik was 19, hartstikke jong. En hij haalde me toch als broekje erbij en hij zette me erin. Zo simpel is dat uiteindelijk ook. De coaches die je erin zetten en die vertrouwen je hebben, zijn ook de belangrijkste. En voor mijn ontwikkeling als libero-coach in België, Johan de Vogel, een tijdje in Lennik, mijn coach geweest, 3 jaar. En die begon eigenlijk heel erg met het inslijpen van wat je noemt call switch. Dus op het moment dat je met 3 spelers staat in de pasen, de slide met China even terugnemende. Ja, dus als je deze slide even terug naar rechtsboven, dan sta je met z'n 3 in de paas. En dat je eigenlijk op het allerlaatste moment 1 speler eruit schuift. Dus dat je hem met z'n 2 paast. Hè? Dus dat je echt gewoon helemaal durft te schuiven. Hè? En stimuleerde hij mij ook in. Ik moet zeggen dat toen ik er straks beelden terug ging zoeken, dat ik ook nog precies weet op welke cruciale momenten in grote wedstrijden ik dat durfde en deed. Echt op matchpoints, heel close game. En dat hij mij daarin stimuleerde op momenten. Hè? Dat hij echt zei van, je verdient je plek in Oranje op deze momenten.
En hij was daar heel belangrijk in voor mij om ja, me daarin telkens terug te brengen naar jij wil jezelf onderscheiden. Dit is een moment. Dus ja, hij is belangrijk voor mij geweest daarin, zeker. Ja. Nog andere vragen? Ja, dit is vooral ook, je hebt het veel over het tactisch schuiven daarin. En stelt iemand een vraag over het schermen. Hè? Dat gebeurt veel in het volleybal, dat mensen voor de balbaan willen gaan schermen. Hoe maak je daar tactisch gezien gebruik van? Ja, als passer is dat altijd lastig. Zeker als er jongens van 2 meter plus voor gaan staan. Ik denk dat je er als zelfserverende kant heel veel voordeel uit kan halen. En bij ons in het Nederlands team ging het zelfs zo gedetailleerd dat wij serveerden eigenlijk. We zetten het scherm neer op de plek waar we gingen serveren. Dus als een jongen eigenlijk om het scherm heen keek, dan serveerden we hem aan de andere kant. Ja, dus dat je echt op het moment dat je met jongens komt die hem echt op de meter kunnen leggen serveren, dan ga je er echt mee gaan spelen. Want spasers gaan er altijd omheen proberen te kijken. En als je dus dan tegen de richting in kan serveren, ja, dan ben je wel echt spekkoper. Dus ja, dat is wel een van de dingen die voor het scherm geldt. En als passer, lastig. Je moet zorgen dat je snel op je benen bent. Dat je informatie haalt op het moment dat de bal nog niet de hand heeft geraakt. En op het moment vooral dat hij de hand heeft geraakt. Je moet zorgen dat je snel de bal kan lezen. We trainden bij het nationaal team ook met brillen die open en dicht gingen. Om onze ogen te trainen om uit minder informatie van de balbaan toch genoeg informatie te halen. Dit zijn dingen die kunnen helpen. Ik geloof wel heel erg in dat je, als je goed screenspel hebt, dat je een tegenstander echt weg kan serveren. Ik hoop dat het een beetje antwoord is op de vraag. Zijn er nog andere vragen, Yannick? Ja, er komt nog even een mooie binnen. Waarom zou je op het laatste moment iemand uit de paas schuiven als je vooraf toch al weet dat daar niet op geserveerd wordt? Ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Ik bedoel, op het moment dat je weet dat daar niet op geserveerd wordt, dan heeft het niet zoveel zin. Kijk, je kunt verschillende afwegingen maken. Sommige jongens vinden het prettig, of meisjes vinden het prettig om toch in de paaslijn te staan. Daar moet je ook rekening mee houden. Het heeft geen zin om iemand die graag in het ritme komt. Ik weet bijvoorbeeld, Engapet, grote vedette van Frankrijk. Die werd heel veel natuurlijk gescout. En het bleek uit statistieken dat op het moment dat hij de bal zelf paaste, dat hij beter aanviel. Dus ja, zo'n jongen heeft geen zin om die uit de paas te zetten. Kijk, als je met spelers werkt die liever betrokken zijn in het spel, dan moet je dat niet doen. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Dat heeft ook met mentaliteit en met karakter te maken. Maar op het moment dat jij jongens hebt die echt groeien van een bal erin slaan, en je kunt ze op dat moment ontzien van hetgene wat ze eigenlijk liever niet doen, of hetgeen waar iets minder in zijn, dan moet je het wel doen. Maar op het moment dat je weet dat ergens niet op geserveerd wordt, heeft het geen zin om te schuiven natuurlijk. Je kunt de informatie van de serverrichting, als je zeker weet waar die heen gaat, wel goed gebruiken. Maar ik hoop dat dat een beetje antwoord is op je vraag. Ik zal eventjes naar de presentatie gaan nog. Ga ik ook richting het einde van mijn stukje. Ik heb het eigenlijk heel erg veel gehad, dus over het individuele techniek versus teamtactiek. Ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat je in je training ook veel rekening moet houden, dat je tijd moet steken in het slijpen van individuele techniek, maar dat je minstens zoveel tijd mensen naast elkaar moet zetten. Serveerders vanuit verschillende richtingen op de passers laten serveren. De passers vragen wat ze opvalt aan de serve, of het kort, lang is, welke zone er niet aangeserveerd wordt. Dat zijn eigenlijk stukjes die je ook terug moet laten komen. Dus probeer zoveel random situaties te creëren die in een wedstrijd ook voorkomen. En dan laat het ze maar uitzoeken, de paaslijn. Kijk maar wie daar de verantwoordelijkheid in neemt. Stuur dat. Zorg dat je mensen aanspoort om dat te doen, ook in trainingen. Probeer wedstrijdssituaties na te bootsen met bepaalde druk, targets halen, kan of niet altijd. Maar ben bezig met individuele techniek, maar ben ook heel erg veel bezig met teamtactiek. Tenzij er nog vragen zijn, Yannick, ga ik zo direct het woord geven aan Ewout. Oké. Er zijn voor nu geen vragen. Als er nog vragen zijn, dan kunnen die ten alle tijde nog gesteld worden. Ik ga het woord zo direct geven aan Ewout. Hij heeft jullie al een stukje verteld over waar hij over gaat vertellen. Een stukje over omgaan met tegenslagen, vooral in de fysieke aard. Ewout, ik ben hartstikke benieuwd, jongen. Ik geef het woord aan jou.
Ja, dankjewel Dirk. Allereerst super interessant waar jij het over hebt gehad. Het ligt natuurlijk ook in mijn stukje bij het volleybal, de passing. En ja, ik zit wel, ik ben het wel volledig met je eens, Dirk. Dus dat is leuk om te leren van je. Zoals ik al zei, over de schouder van de serveerder. Nou goed, we gaan even mijn programmaatje doornemen. En we gaan even snel door mijn carrière heen. Veel verschillende clubs gehad, van jongs af aan. Ah, ik heb helaas in één seizoen, of in één jaar moet ik zeggen, een kalenderjaar, heb ik drie blessures opgelopen. Die best wel heftig zijn geweest voor mijn carrière. Daar zal ik het dus even over hebben, waardoor ik dus ook moest omgaan met die tegenslagen. Natuurlijk heb ik ook meer tegenslagen gehad, maar ik focus nu even op deze tegenslagen. En daarna laat ik zien hoe ik dus terug ben gekomen op mijn oude niveau. Nou, dan gaan we eerst eens beginnen met mijn carrière. Dirk, als jij even de volgende slide zou aan willen klikken. De slide van het programma staat nu voor. Ja, dus nu naar de carrière, alsjeblieft. Ja, daar is die. Top. Nou, kijk, zoals je ziet, leuke foto van Dirk en mezelf. Nou ja, ik ben in Voorschoten begonnen, in mijn hometown, bij Gemini Kangaroos. 1 jaartje maar. En daarna ben ik naar een jongensteam in Martinez in Amstelveen gegaan. Ontzettend leuk, ontzettend veel geleerd van jonge trainers. Met heel veel jonge jongens gespeeld. Net zoals bij HVA, het talentteam wat nu op dit moment op Papendal huisvesting heeft. Dat was toen in Amsterdam. Daar heb ik dus 3 jaar bij gezeten met jongens van mijn eigen leeftijd. Daarna ben ik 3 jaar in Duitsland geweest. 2 jaar in Meurs, vlak over de grens. En 1 jaar in Unterhaching. Waar ik dus echt mee heb gespeeld om de prijzen. In Meurs heb ik nog 1 bekerfinale gespeeld. Die helaas verloren ging tegen Unterhaching. En daarna ben ik naar Unterhaching gegaan. If you can't beat them, then join them. En ja, toen ging ik 3 jaar naar Frankrijk. Waar ik echt mijn mooiste jaren heb gehad. En ook mijn vervelendste jaar. 2 jaar in Cannes was fantastisch. Superhoog niveau, bovenaan de competitie gestaan, met topspelers gespeeld. Nou, 2 jaar dus en 1 jaartje in set waar alles fout ging aan mijn lichaam. Waar we straks eens op terugkomen. Waardoor ik dus terug ben gegaan een jaar in Apeldoorn, naar Dreis met Dynamo. En daarna heb ik het rustig opgebouwd via Lindaren, Volley, Amersfoort in Zwitserland. Naar Chaumont in Frankrijk en naar Frankfurt een half seizoen. En zoals je ziet heb ik 65 interlands gespeeld in 10 jaar tijd. En zou je denken, dat is weinig voor 10 jaar. Dat klopt. Ik ben vaak vijfde, vierde paas loper geweest. Dat houdt in dat vaak een team is van 14 spelers. Vroeger was het zelfs 12 spelers. Dus dat ik wel altijd meetrainde toen ik nog jong was. Maar eigenlijk pas meeging als er iemand geblesseerd was. Nou, de laatste jaren zit ik er dan sinds mijn schouderblessure wel weer bij. Dus vandaar dat ik nu op 65 interland zit. Dan gaan we het even over de blessures hebben. Ja, dus dat is begonnen met een compartment syndroom. Daar ben ik aan geopereerd, 31 mei 2016. Nou, een compartment syndroom is als je druk in een spier te hoog is. Dus als je te veel traint, te veel springt bijvoorbeeld, en met volleybal of te veel trappen loopt, dan voel je een enorme druk, dan gaat je hart kloppen in die spier. Nou, dat was dus in mijn rechter onderbeen. Wat super vervelend was. En ik ben daar gewoon mee doorgegaan. Omdat het voelde gewoon alsof een klein spierpijn. Het was niet heftig of zo. Dit is gekomen omdat ik direct na het clubseizoen bij Oranje aansloot. En daar hebben we 6 uur per dag getraind. En ik heb daar geen rust genomen. Ook geen rust gekregen. En daar kom ik even terug op wat Dirk ook vaak heeft gezegd. De concurrentiestrijd is best wel hevig. Dus je moet echt je mannetje staan. Zeker bij Oranje. Dus vandaar dat ik gewoon mee door gaan trainen. En ja, eigenlijk niet echt aan mijn lichaam heb gedacht. En ik vind dat wel belangrijk op welk niveau je ook speelt. Je moet altijd aan je lichaam denken. Want dat is, your body is your bank account. Zeggen ze ook wel eens. Dus nou ja, ik ben 6 weken heb ik hersteld. In 6 weken ben ik hersteld. En zelfs na 8 weken heb ik weer gesprongen. Waarna ik naar set ging. Dus dat begon dan in september. Dat seizoen, daar zie je ook een foto van.
Nou, dat was eigenlijk mijn prima eerste half seizoen. We stonden ergens in het midden van de competitie. En 31 december 2016 dus. Een ochtendtraining met oudjaarsdag. En met pink gebroken. Wat natuurlijk ontzettend zuur is. Want met volleyballen heb je natuurlijk al je vingers nodig. En er werd eigenlijk gezegd van, ja, je wordt niet geopereerd. Want dan komt het sneller goed. Nou, dat was niet helemaal waar. Want ik was er gewoon 6 weken uit. Daarna ben ik meteen weer gaan trainen na die 6 weken. En vrij hard en veel met mijn schouder aan de gang gegaan. Maar te weinig krachttraining. Waardoor ik een schouderblessure heb opgelopen. In een wedstrijd, ik weet nog heel goed, thuis in set moesten de play-offs halen. Omdat we helemaal weg waren gezakt door blessures. Maak ik een ace op een belangrijk moment. En ik... doe de celebrations met mijn team. En daarna kan ik mijn schouder niet meer optillen. Dus ik hing er zo bij, zeg maar. Dus die kon ik gewoon niet meer optillen. Het was gewoon afgelopen. Ja, toen wist ik van, dit kan niet goed zijn. En ik heb het wel nog geprobeerd daarna. Ik snap ook niet hoe ik daarmee ben doorgegaan. En uiteindelijk was ik 8, 9 maanden eruit voordat ik weer kon spelen. Ja, en hoe ga je om met deze tegenslagen? En even kijken, voordat we daarheen gaan. Yannick, heb jij toevallig al een vraag hierover? Ja, eigenlijk even een persoonlijke waar ik zelf aan zat te denken. Hey, je zegt dat blessure na blessure, dan moet je natuurlijk heel lang revalideren. Maar dan vraag ik me af, waar hou jij je aan vast? Omdat je de hele dag, als je 3/4 jaar thuis zit, hard trainen, hard revalideren. Maar wat zit er in je hoofd? Waar denk je aan? Waar hou je aan vast? Dat is een ontzettend goede vraag natuurlijk, Yannick. En ja, dat zijn hele vervelende momenten. Je gaat heel erg diep. Je gaat echt heel erg diep. En om even erop in te gaan over de schouderblessure. Daar heb ik natuurlijk de eerste 6 weken mocht ik echt niet bewegen. Anders krijg je een frozen shoulder, zoals het heet. Dus ja, ik ben al eens op een bankje gaan zitten en voor me uit gaan staren. Nou ja, de meesten die mij kennen, waaronder jullie, die zien mij niet op een bankje zitten een uur lang en voor me uit zien staren. Ja, zo ben ik niet. Ik moet altijd wat doen. En in die tijd ben ik gewoon daar ook heel erg in veranderd. En nou ja, daar ga ik dus nu ook in verder. Dus echt het omgaan met tegenslagen. Dirk, als jij de volgende slide... Ja, top. Voordat ik hiermee verder ga, Dirk, wil jij nog wat toevoegen hieraan? Nee, ik niet. Ik herken wat jij zegt. Ik ken jou uit je periodes dat je die dingen op je af hebt gekregen. En ja, ik heb veel respect voor hoe je daarmee omgaat. En ik ben vanuit die kant heb ik natuurlijk gezien wat dat met je gedaan heeft. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij denkt over hoe je hier als coach mee om moet gaan. Met jongens die meerdere malen geblesseerd raken of überhaupt een zware blessure hebben. Wat denk je daarvan? Dat, weer een goede vraag. Dat is heel lastig voor een coach. Een coach, even op het hoge niveau, op top sportniveau heb ik het nu over. Een coach heeft natuurlijk ook te doen met de president van de club. Die doet de aankopen, de spelers haalt hij. En die heeft ook een bepaalde druk. Dus die spelers moeten het doen. Dus als ze een geblesseerde speler halen, dat is best wel een risico. Dus dat is een extra druk voor de coach ook. En om een voorbeeld te geven, ik ben naar Amreswiel gegaan. Naar Marco Klok, die heeft mij naar Zwitserland gehaald. En die was er heel duidelijk in. Hij zei gewoon, ik geef jou de tijd om in dit seizoen te groeien naar je oude niveau. Als je last hebt van je schouder, heb je last van je schouder, train je niet. Ga je naar de fysio, dan is het maar gewoon een week eruit. Dat maakt me niet uit. Dus hij zorgde gewoon dat hij ook een extra paasloper voor mij in de plaats had. Dus dat niet het niveau zoveel verschilde. Dus ze hadden zeg maar slim aangekocht, waardoor ze wel iemand die veel blessures heeft gehad, die is in principe de eerste speler. Maar als het niet goed gaat met zijn blessure, dan hebben we een ander die het gewoon ook kan oppakken. Nou, dus in de sheet zie je dus 5 punten die ik belangrijk vind. Hoe ik ermee op ben gegaan. Nou, dat is dus, ik ben van mezelf vrij optimistisch, zeer positief ingesteld. Maar zoals ik net al zei, heb je hele diepe dalen. En dan positiviteit is heel lastig. Maar dan heb ik in ieder geval die wil om weer op het veld te staan.
Dus dat doel heb ik altijd voor ogen gehouden. Ik ben erachter gekomen, en met name in die eerste 6 weken, dat volleybal echt mijn leven is. Ik vind het echt fantastisch om te spelen. Het is gewoon nog steeds mijn hobby. En ja, je krijgt het voor, maar het is gewoon nog steeds mijn hobby en ik geniet er nog steeds intens van. En op dat moment heb ik heb heel vaak in de training gestaan, waar ik tegen mezelf zeg, wat doe ik hier? En dat is in die tijd wel echt weggeëbd, omdat ik echt heel graag weer op het veld wilde staan en gewoon graag wilde gaan trainen. En ik ben heel vaak bij trainingen wezen gaan kijken en dat deed echt wel pijn. Maar goed, dat doel voor ogen houden, dus terug naar Oranje, terug naar het hoge niveau in het buitenland, dat hield ik de hele tijd voor ogen. En er zijn ook heel veel mensen geweest die mij gevraagd hebben, ga je nog wel door, is dit het einde? En ik heb altijd gezegd, nee, ik heb een doel voor ogen, ik ga ervoor. Maar hier hebben mijn familie, zoals je hier op de foto ziet, dat is mijn vader. Dus mijn familie en vrienden, daar heb ik heel veel aan gehad. Gewoon om relaxed te zijn, niet te veel erover te praten, andere dingen doen. Ja, dus voor mij is dat heel belangrijk geweest om wel na die 6 weken echt andere dingen te gaan doen. Ik ben lang op vakantie geweest met mijn vrouw. En dat zijn van die kleine dingen die je er toch bij houden. Dus je hebt wel dat doel voor ogen. Maar ik vind ook dat je een stapje terug moet doen en ook aan andere dingen in het leven moet gaan denken. Dus bijvoorbeeld heb ik bij 4 staan, bij punt 4. Ik veel op nagedacht en ik zou eerst met het negatieve beginnen. Nou ja, dus zoals ik net zei, dat het heel langzaam gaat. Terugslagen, die zijn gewoon heel zwaar. Dus je gaat af en toe heel erg omhoog. Gaat opeens heel goed. En dan ga je zo 2 stappen terug. Dat is echt verschrikkelijk. Dat je zoveel of pijn hebt of moeite met krachtoefeningen in je schouder. Of aankomen, hè, gewicht aankomen heb ik ook gehad. Dat ik veel gewicht ben aangekomen in die tijd. Want ja, je eerste 6 weken kan je al niet sporten. En als wij als sporters elke dag sporten en dan in 1 keer stoppen, ja, dat is gewoon lastig. Dus daar heb ik ook heel veel moeite mee gehad. Maar het positieve hiervan is ja, dat ik heb besloten om nu vrouw, toen vriendin, die wilde ik gaan vragen om met mij te trouwen. Daar ben ik toen echt achter gekomen dat zij de vrouw van mijn leven is. En dat is ze nog steeds. Ja, dus dat is wel leuk om op zulke momenten komen er ook positieve dingen kijken. En zoals ik al zei, mijn carrière als volleyballer, maar ook mijn carrière daarna. Dus daarna ben ik meteen een online cursus gaan volgen voor makelaardij. Dus ja, eigenlijk zijn er ook positieve dingen die uit een slechte periode kunnen komen. En ik denk dat dat in elk geval gebeurt. Dan ga ik nog even terug naar nummertje 3. Dat vind ik zelf een hele belangrijke. De juiste mensen om je heen vinden. Nou ja, zoals ik net zei, trainers. Marco Klok was een hele belangrijke man voor mij. Niet per se qua trainer, maar meer als mens. Hij liet mij echt in mijn waarde. Ik kwam terug van een schouderblessure. Een van de heftigste schouderblessures. Want je ziet het 8 maanden, 9 maanden eruit. Dat is echt heftig. Maar hij heeft mij echt mijn tijd gegeven. Hij heeft het duidelijk meerdere malen gezegd. En we hebben ook 3 evaluaties gehad tijdens het seizoen. Om te kijken, hoe gaat het nu met je schouder? Kan het al wat meer? Moet het wat minder? Ja, en zo richting de play-offs ging dat steeds beter. En toen heb ik ook samen met hem de beker gewonnen van Zwitserland. Ja, dat was toch wel een heel mooi moment waar je... ja, kijk, dat is net wat ik zeg. Als je zoveel tegenslagen hebt en je hebt een doel voor ogen. Mijn eerste doel was weer een prijs winnen ergens. Of eigenlijk was mijn eerste doel weer naar het buitenland. Nou, dat is gelukt. En dat was mijn tweede doel, ik wil een prijs winnen. Nou, daar kwam zoveel ontlading bij mij. De finale was vrij makkelijk. We hebben vrij makkelijk gewonnen, maar dat boeide voor mij niet. Het was echt fantastisch om gewoon die beker omhoog te houden. En weer met teamgenoten samen te staan. En ja, een beetje... spelers om je heen, dat is echt... Ik vind dat echt het mooiste wat er is. Ik ben echt een teamspeler, dat kunnen jullie waarschijnlijk wel beamen, hoop ik. Maar nee, ik vind het echt heel belangrijk om in teambelang te spelen. En ik vind dat het mooiste wat er is om samen iets te winnen. En ik heb natuurlijk met Dirk ook een beker gewonnen in Apeldoorn. En ook een Supercup. En ja, dat gevoel om samen met vrienden, of ja, toen was het spelers, maar toen waren we ook al vrienden. Maar ik bedoel, nu zijn het ook met andere spelers, is het gewoon een geweldig gevoel. Yannick, heb jij een vraagje voor mij? Ja, nou, ik kan beamen hoor dat je een echte teamspeler bent. Dat was niet waarom ik wilde inbreken.
Maar er zijn twee vragen. En eentje is, heb je nooit gedacht om op te geven? En hè, vooral omdat je 3 flinke blessures hebt gehad, kan ik me voorstellen dat die gedachten er wel eens door je hoofd gaan. Maar heb je daar wel eens mee rondgelopen? Dat vind ik echt een hele, hele leuke vraag. Ik heb namelijk die eerste 6 weken van mijn schouderblessure heb ik over heel veel dingen nagedacht. En ik vond het heel, heel zwaar om te voelen dat ik heb echt waardering nodig als persoon. En ik heb toen echt geen waardering gehad. Omdat je jarenlang ben je, ja, ik was een jonge topspeler en met veel talent. En ja, iedereen wil wat van je. En dat valt dan weg. En in die momenten, ja, denk ik, heb ik zeker gedacht van, ja, ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Maar elke keer als dat gebeurde in mijn hoofd, dacht ik van, ja, wacht even. Ik wil die beker weer winnen. Ik wil om het kampioenschap spelen. Ik wil in die kleedkamer zitten met die gasten. Want dat is het mooiste wat er is. Dus ja, als antwoord op je vraag, ja, ik heb het zeker gehad. Maar ik heb het altijd weten om te draaien. Dirk, heb jij misschien ook nog hier wat over te zeggen? Ja, nou, een vraag eigenlijk die daar mooi op volgt en naadloos aansluit. En je zegt, ik wil in de kleedkamer zitten, ik wil prijzen pakken, ik wil grote wedstrijden spelen. Maar wat is je huidige doel op dit moment? Zo, die had ik even niet zien aankomen. Leuke vraag, Dirk. Ja, nee, kijk, mijn huidige doel is vrij duidelijk eigenlijk. Ik ben nu 29. Ik wil gewoon zo lang mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen als ik kan. Ook dat heb ik weer geleerd in die periode. Ik heb dus 1 jaar bij Dynamo in Apeldoorn gespeeld. En dat ging. Ik was toen niet op mijn eigen niveau. Nu ben ik weer op mijn eigen niveau. En dat bevalt zo goed dat ik dan denk van ik moet gewoon doorgaan totdat ik het kan. Dus mijn doel is gewoon puur, ik wil door totdat ik kan. Nou, mooi. Volgens mij sluit het goed aan bij de volgende slide. Terug op het oude niveau. Ja, dat klopt. Ik wil nog wel even zeggen, als je nog 1 keer de slide terug kan doen. Ik wil nog wel even zeggen dat over de juiste mensen om je heen, over de trainers, wilde ik nog eentje aan toevoegen. Dat is natuurlijk Bas Hellinga. Die heeft mij, zodra ik, toen ik geblesseerd raakte, ben ik meteen gebeld door Bas Hellinga. Die zei, ja, ik zie een kans. Ik zie een kans om jou terug te halen naar Nederland. Dus ik zei, ja, sorry, ik ben net begonnen. Dus ik weet niet zo goed, aan mijn revalidatie net begonnen. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. En toen zei hij, nou, ik kan het wel voor je uitstippelen. Dus hebben we dat samen besproken. En zijn we er eigenlijk achter gekomen dat het een heel goed idee was voor mij. Om gewoon rustig bij Dynamo op te starten. Zij zouden gewoon een fysio voor mij regelen, wat ook echt topfysio's waren. Twan Verboom, kan ik nog even noemen. En Rinke van der Brink. Ja, dat waren gewoon echt, echt topfysio's. Die hebben mij echt weer terug opgeholpen. En Bas Hellinga heeft dus net als Mark Klok mij heel rustig gebracht. Eerst een setje spelen. Daarna 2 sets. Daarna 3 sets. Daarna zolang als de wedstrijd gaat. Ja, dat was gewoon heel fijn. En dus daar heb ik ook nog aan toe te voegen dat ik een personal coach heb in Servië. Mijn vrouw is Servisch. Dus hebben we daar samen een personal coach. En op een gegeven moment is een personal coach natuurlijk, die is eigenlijk alleen maar voor je fysieke gesteldheid. Maar op zo'n moment wordt het ook gewoon een vriend. En is hij eigenlijk ook gewoon voor je mentale weerbaarheid daar. En dat was gewoon iets, ja, er is gewoon een hele mooie vriendschap uit ontstaan. En ja, ik kom dan nog elk jaar terug bij hem. Ja, nu kunnen we dus naar de volgende sheet. Ja, dus terug op het oude niveau. Dat heb ik dus stap voor stap gedaan. Via Dynamo, waar ik dus echt als springplank heb gebruikt om naar nieuwe avonturen te gaan. En ja, op dat moment, als je dat laat schrijven in de krant, dan heb je alleen maar hoop. Dan heb je alleen maar hoop van, dat wil ik, daar ga ik naartoe. Maar je weet het niet. Je weet het gewoon niet zeker. En als je dan een aanbieding krijgt van Amersfoort, van Marco Klok nogmaals, in Zwitserland, wat je op de volgende foto ziet, waar ik uitbundig juich, wat ik wel vaker doe, ja, dan is dat alleen maar leuk. En dat is gewoon weer een nieuwe stap. En ik heb toen het heel lang over getwijfeld. Want ik heb natuurlijk jaren in Frankrijk en Duitsland gespeeld, wat
wat eerlijk gezegd hoger niveau is dan de competitie in Zwitserland. Dus ik heb zeker getwijfeld of ik niet meteen wel terug naar bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk moest. Omdat ze me toch daar kenden en dat soort dingen. En daar werd weer het harde van de topsport kwam weer naar boven. Ze vergeten je. Dus als jij een jaar geblesseerd bent geweest, ze vergeten je gewoon. Ze weten even niet meer wie je bent. Het interesseert ze even niet. Jij bent gewoon die geblesseerde jongen. Ze weten niet meer dat jij een keer 30 punten hebt gemaakt. Of in het hele seizoen misschien 350. Nee, dat weten ze niet. Nou, misschien weten ze dat nog wel, maar dat laten ze even achterwege. En ze denken eigenlijk alleen maar, ja, oh ja, die is geblesseerd. Ja. Dus je moet het eerst ergens laten zien. Nou, dat was bij Almoswiel mijn eerste stap. Moet ik zeggen dat dat ook niet een heel sterk seizoen voor me was. Het was echt met ups en downs. Daarna ben ik bij het nationaal team aangesloten. Onder de nieuwe bondscoach Roberto Piazza. En daar ben ik stap voor stap mijn groei door gaan zetten. Met een hele leuke groep en veel toernooien, veel trainingen. Dat was gewoon echt een topzomer voor mij. Waardoor ik, op de foto rechtsboven, kwam ik bij Chaumont in Frankrijk terecht. Nou, dat is een Champions League team. Ja, top Europa dus. Die zijn 2 jaar geleden kampioen geworden van de Franse League. Ja, en die hadden een plekje voor mij. Daar ben ik heen gegaan en dan kwam ik topfit binnen. Omdat ik bij het Nederlands team goed heb meegedraaid. Ja, en zoals je in de foto ziet. Zie je in deze foto even niet. In de volgende foto wel. Ja, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin gehad in Chaumont. En het was gewoon een supergoed half seizoen. Want ik kreeg daarna een andere aanbieding van de club rechtsonder. United Volleys Frankfurt. Nou ja, en daar is best mijn hele niveau teruggekomen. Dat was gewoon iets heel speciaals. Die groep was gewoon, ik kwam daar binnen als nieuweling. Die hebben me opgevangen alsof ik er al bij hoorde. En ja, dat ging heel gemakkelijk. En toen de laatste 9 wedstrijden op rij hebben we gewonnen. Waardoor we tweede zijn geëindigd in de Bundesliga. Wat helaas niet afgemaakt is door het coronavirus. Maar we stonden er goed voor. En daar hadden we natuurlijk heel veel zin in. En helaas is dat niet doorgegaan. Maar om even hierover te hebben. Hoe ik mij nu dus als speler heb ontwikkeld door deze vervelende jaren in Frankrijk. Nou ja, wat ik zelf vind van mezelf is dat ik nu veel meer zelfvertrouwen heb en uitstraal. Wat Dirk heel erg van zichzelf heeft, is dat hij andere mensen rustig maakt. En dat heb ik sinds mijn blessure ook gekregen. Ik ben zelf rustiger in mijn hoofd, maar ik heb ook de kwaliteit nu om andere mensen om me heen rustig te houden. En een beetje het overzicht te houden. En ja, dat is een tijdje... Is dat moeilijk geweest voor mij in mijn carrière? Maar omdat ik in die periode met mijn schouderblessure zoveel heb kunnen nadenken. En zoveel de eerste trainingen die ik na mijn blessure heb gedaan. Ja, die waren gewoon heel simpel. En heel erg alleen maar focus. En je kon niet, ik kon niet aanvallen. Dus ik was alleen maar bezig met passing bijvoorbeeld. Nou goed, en nog een deel waar ik veel beter in ben geworden is passing. En dat is niet alleen de techniek en het blijven doen. Dat was ook, net als Dirk net zegt, de mentale weerbaarheid. Ik ben nu veel zekerder dat ik een bal goed ga passen. En ik zet ook mensen een beetje aan de kant, zoals een libero, Dirk, dat ook doet. Ja, dat heeft een groot verschil gemaakt. En ook een voorbeeld is in de aanval, dat ik meer weet op welk moment ik wat moet doen. Om daarin te gaan, er zijn heel veel setters die heel goed kunnen setten. Maar laten we zeggen dat 9 van de 10 ballen komen goed aan. Maar die andere bal, wat ga je daarmee doen? Dus bijvoorbeeld als je een beetje achter je ligt. Ga je dan ook die bal volle bak aanhalen? Ja, dat soort dingen moet je leren, dat je dat eigenlijk niet moet doen. Je kan dus ook een bal even in een blok shotten of tippen. En zelf weer aan een rally beginnen. Ja, dat zijn kleine dingen die ik daar waar ik beter in ben geworden. En ik vind dat echt dat het uit die periode is dat echt gekomen. Yannick, heb jij een vraagje voor mij? Yes, ja. 2. Je hebt bij verschillende clubs gespeeld. He, dus je hebt ook kunnen ervaren hoe het was om in verschillende teams met verschillende coaches te spelen. Wat was je allerfijnste club en vooral waarom? Wat voor cultuur was daar en wat voor dingen gebeurden daar waardoor jij je prettig voelde?
Ja, ik heb eigenlijk een hele leuke carrière op dat opzicht. Ik heb elk jaar geluk gehad met de teams waar ik in zat. Ik heb ja, altijd twee, drie jongens waar je altijd goed mee opschiet. En ja, ik weet niet zo goed hoe ik het anders kan omschrijven, maar ik heb echt geluk gehad, denk ik, met alle teams waar ik in zat. Kijk, wat wel echt is, het verschil is in de top van Frankrijk, bijvoorbeeld bij Chaumont of bij Cannes, was de professionaliteit wel echt heel hoog. En de druk was ook gewoon heel hoog. In Cannes, als voorbeeld te geven, als je dan na de wedstrijd, als je verloren had en je kwam boven, dan keken de fans en de sponsoren, die keken je gewoon niet aan. En als je had gewonnen, dan, ja, dan was je de lievelingsspeler. En oh, wat ben je geweldig. En, ja, dat zijn moeilijke dingen om mee om te gaan. Maar gelukkig wonnen we veel en hadden we goede jongens in het team. Heb je hier nog een andere vraag, Yannick? Ja, nou ja, je geeft dus eigenlijk aan dat je, zoals ik het een beetje hoor, dat je eigenlijk in elk team wel de dingen uit kan halen. Maar volgens mij geeft het ook gewoon aan dat jij je goed in een team kan inpassen. Persoonlijk had ik daar zelf altijd wat minder, wat meer moeite mee. Maar dat zegt vooral iets over jou, dat jij dat volgens mij heel goed kan. Nog eventjes een andere vraag. In het begin zei je over het Nederlands team, dat je daar in 10 jaar maar 65 interlands hebt gespeeld. Ik heb als speler, heb ik gezien toen ik daar nog speelde, dat je een aantal keer teleurgesteld werd. Je vertelde ook in je presentatie dat je vooral veel gewaardeerd wil worden. Hoe voelden die momenten voor jou? Ja, voor mij was het aan het begin van mijn nationaal teamcarrière. Was het heel, heel lastig. Want ik was natuurlijk jong en ik was een beetje gek. En wilde graag spelen. Terwijl, ja, misschien was dat helemaal niet terecht dat ik wilde spelen. Maar ja, topsporter en jong. Ja, je wil gewoon altijd spelen. Dus ja, die teleurstellingen, ja, die heb je duidelijk aan mij gemerkt. Maar ik heb daar ook veel over nagedacht. En ik ben er nog steeds van mening over dat het niet altijd terecht is geweest. Dus ik, tenminste, de teleurstellingen waren dan wel terecht. Maar dat ik er niet bij zat, vond ik dan niet terecht. Natuurlijk heeft het ook veel aan mezelf gelegen. Maar ik heb ook veel gemerkt dat ik ja, dus niet genoeg gewaardeerd werd in het team. Waardoor ik niet accelereerde. Waardoor de coach mij minder goed in het team zag. En ja, dat is nu heel anders. Op dit moment lig ik perfect in het team. Zijn we, ja, ik vind ook nu op dit moment dat het ook meer een team is dan 10 jaar geleden. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk voor een team dat gewoon iedereen gelijk is. En dat iedereen, er moet een bepaalde hiërarchie zijn natuurlijk, van oud naar jong. Dat is geen probleem. Maar ik heb daar vroeger toch wel moeite mee gehad. Dat ouderen toch wel echt op jongeren neerkeken. En mijn doel is wel echt dat nu in het Nederlands team, dat ik alle jonge jongens wel af en toe op een flikker geef. Sorry voor de woorden, maar dat hoort er helemaal bij. Maar ik wil ze er wel bij houden, waardoor ze ook gewoon serieus worden genomen en gewaardeerd worden. Ja, ja, helder. Hey, en even de vertaling naar, er kijken best wel wat coaches. Wat kan een coach doen? Je zegt eigenlijk dat je er nu zelf goed mee om kan gaan, maar wat kan een coach doen in dit soort gevallen dat ze over die cultuur. Hoe kan een coach deze goede cultuur neerzetten, denk jij? Ja, goede vraag. Dat is echt een coach kan daar echt belangrijk in zijn. Dus je kan een team vormen of je kan een team breken. En ik vind dat je als coach moet je altijd een aantal spelers om je heen vinden die te vertrouwen zijn en die echt het samen met de coach een team bouwen. Dus dat houdt in dat je 3, 4 spelers met elkaar hebt, zeg maar, de spelersraad kan je het ook wel noemen. En die hebben gewoon samen met de coach invloed op het hele team. De coach zelf moet daar uiteindelijk natuurlijk wel boven staan. Dus ik vind een mooi voorbeeld is Roberto Piazza. Die gaat bijvoorbeeld met een ja, moeilijke speler vind ik lastig om te zeggen. Maar er zijn veel mensen die denken dat Nimir Abdelaziz een moeilijke speler is. Nou, daar ben ik het niet mee eens. En daar is Piazza het ook niet mee eens. Nimir komt wel eens moe in de ochtendtrainingen binnen. En dan heb je een trainer zoals Piazza. Die pakt hem even bij zijn oren.
En je zegt, ja, it's a beautiful day. Today we're gonna do this. Zodat hij meteen de aandacht trekt van iedereen. Dus kijk, Nimi is de sterspeler en hij pakt hem aan. Dat werkt op de rest van het team. En dat zijn van die kleine dingen waar ik vind het heel belangrijk dat een coach naar iedereen vrijwel hetzelfde is. Maar natuurlijk kun je ook bepaalde relaties hebben met een sterspeler. Ik bedoel, relatie van, ja, je hebt daar wat meer communicatie over, omdat hij bijvoorbeeld je aanvoerder is. Of dat soort kleine dingen. Maar ja, het is heel belangrijk wat je aan die sterspeler of aan die aanvoerder, wat je daarmee doet, dat je dat ook laat zien aan de rest van het team. Waardoor iedereen je in vertrouwen neemt. Dirk, had jij daar iets aan toe te voegen toevallig? Nee, maar wel te vragen. Ik herken veel wat je zegt en je hebt het mooi verwoord. Als jij de lessen die je geleerd hebt in de afgelopen 10 jaar, 10 jaar eerder al had geweten, had geleerd, had je dingen dan anders gedaan? Ja, leuk Dirk, want wij hebben natuurlijk in onze carrière heel veel over dit soort dingen gehad. Ik weet nog heel goed, zelfs vorige zomer hebben we nog 1 keer over gehad, hoe ik er nou voor ging zorgen dat ik de hele zomer erbij zou zijn en zelfs speeltijd zou krijgen en dat ik er gewoon bij hoor. En ja, dat heeft me wel, vaak die gesprekken met jou, heeft me wel aan het denken gezet. En nou, om op je vraag in te gaan, 10 jaar geleden, als ik toen wist wat ik nu weet, ja, natuurlijk had ik dingen anders gedaan. En was ik anders omgegaan met coaches of met andere spelers. Of ik had vroeger gewoon echt wel een te grote mond misschien tegen de verkeerde mensen op het verkeerde moment. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen grote mond heb. Maar als het iets te ver ging, dan, of ik was te moe of zo aan het eind van de training, dan kwam wel eens die grote mond. Ja, en dat was echt op het verkeerde moment tegen de verkeerde spelers. En ik heb dat, ja, dat zou ik wel willen terugdraaien. Ja, nou weet je, ik wil toch wel eventjes zeggen dat ik veel respect heb voor jou. En ik weet wat imago betekent en wat het kan doen. En het signaal wat je uitzendt is niet altijd hoe je je van binnen voelt. Maar jouw drive en je echte innerlijke motivatie om er echt iets van te maken, die ga je nog heel ver brengen, daar ben ik van overtuigd. En ik wil dat toch wel even toevoegen. Kijk, je kijkt altijd naar de jongens die misschien het goede imago hebben en daarom in het veld staan, of het goede talent hebben en daarom in het veld staan. En de ene is een weg, die begint hier en die speelt meteen en die stopt wat eerder, en de andere is een weg, begint pas daar en die gaat langer door. En ik heb gewoon veel vertrouwen in jou als speler. En ja, ik vind dat je goed bezig bent. En ja, ik vind het mooi hoe je daar open over bent. En nou, dat wil ik toch even aan je teruggeven. We gaan richting de laatste slide, denk ik. Ja, dat is een hele mooie foto. Dat wil ik gewoon, daar wil ik graag mee afsluiten. Maar ja, met die mooie woorden van jou, Dirk, is dit natuurlijk een fantastische foto. Van afgelopen zomer met dat ik weer helemaal terug ben in het nationaal team. Als je goed kijkt, ik heb nummer 9. En dit was in Ahoy en dat was het OKT. Waar we ons gewoon bijna hebben geplaatst voor de Olympische Spelen van 2021 in dit geval. En dat was echt iets speciaals. Er hing echt een, dat ken jij wel van het WK, Dirk. Er hing echt een bepaalde spanning en sfeer in de lucht. Ja, dat zijn van die dagen dat je echt, daar leef je voor. En bijvoorbeeld de derde dag speelde dus tegen Amerika. Dat was dan de beslissingswedstrijd. Omdat we de eerste twee allebei hadden gewonnen. En Amerika dus ook. Ja, dat was de beslissingswedstrijd. Wie deze wint, gaat naar de Olympische Spelen. En ja, tegen Amerika, wat eigenlijk beter is dan Nederland. En dan voel je in de kleedkamer, 's morgens bij de ochtendtraining. Dan voel je bij de in de bus, dat vond ik echt, ja. Als jij zegt van dat je niet echt van kleine dingen, van die grote dingen kon genieten, ik kan heel goed van die kleine dingen genieten. Ik heb zo genoten van die busrit naar Ahoy. Dat was iets fantastisch. Dat gewoon, je ziet gewoon die kopjes van al die gasten. Ik had ook een beetje wat meer tijd om daarover na te denken en naar te kijken, want ik wist dat ik niet zou beginnen. Dus ik heb er echt goed naar gekeken en in me genomen. En ik kan het nu gewoon terugkijken bij mezelf. Het was gewoon zo mooi om te zien hoe iedereen daarmee omgaat. Iedereen is anders.
De ene zit met muziek op en twee anderen zitten met elkaar te praten. Maar hebben wel respect voor elkaar van oké, die wil rust. Nou, dan doen wij wat rustiger aan. En de coaches, idem dito, dat gevoel, dat zat in die bus en dat ging er niet uit, weet je. En dan gaat die bus open en dan lopen we naar die kleedkamer en dan giert alles door je lichaam. En dat zijn van die dingen, als je dan op zo'n moment denk ik vaak terug aan die 6 weken dat ik op een bankje een uur voor me uit heb gestaard. En dan denk ik van ja, ik heb het gewoon weer geflikt. Ik ben gewoon weer terug waar ik was. En eigenlijk zelfs beter door de lessen die ik heb geleerd. En waar ik fysiek, vind ik zelf, ook ben verbeterd. Dus ja, dat, voor mij is dat een mooi moment om bij stil te staan. Yannick, heb jij nog afsluitende vragen? Nou, mooi verhaal, Ewout. Ik heb in ieder geval nog eventjes een vraag voor Dirk. Er werd nog wat gesteld over die brillen. Je hebt het over die brillen gehad, die zo visueel die sluiten en openen. Hoe dat werkte en is dat als... volgens mij vanuit een trainer is deze vraag gesteld. Hoe heb jij dat ervaren als paser en ja, werkt het echt? Ja, ik vond het wel bizar altijd. Dat je echt moet zorgen dat je met veel minder informatie uit de balbaan toch nog de bal op target moet gaan brengen. En ik vond het ook wel innovatief dat je de sluitertijd ook kon aanpassen. Of het werkt, kun je nooit weten. Maar ja, je ziet minder en als je het weer in één keer allemaal ziet, dan zie je het sneller. Ik weet niet of dat is omdat het in je hoofd zit of omdat het daadwerkelijk zo is. Ik weet ook niet wat de aanschafprijs van die brillen is, maar ik zou het zeker proberen. Al koop je er maar eentje en laat je tijdens je technische training voor je basis, laat je zelf en toe een keertje deze opzetten. Ik geloof er al in en ik weet ook dat het al een hele lange aanleiding heeft, dat er al heel veel mensen van bewegingswetenschappen in Amsterdam in die tijd, dat we in Jong Oranje zaten, daar ook al mee kwamen met dit soort snufjes. Dus ja, ik vond het altijd wel mooi en ook wel confronterend soms om mee te werken, want het ging niet altijd ten goede van je niveau. Maar ja, het lijkt mij logisch dat als je de situatie moeilijker maakt in een wedstrijd, maar ook in zo'n geïsoleerde situatie, en je maakt hem daarna in één keer extreem makkelijk, ja, dat je dan vooruitgang boekt. Dus ik geloof daar wel in. Oké. Dus... als je houdt van innoveren en dan is het dus mooi om daarmee te experimenteren als coach. Misschien dat er zo nog wat één of twee vragen binnenkomen. Maar Ewout, er werd ook gesteld de vraag gekscherend of je bij Dynamo komt afbouwen als je weer een beetje aan het einde zit. Nog een paar jaar. Of je dat ziet zitten, Ewout. Ik ben heel benieuwd wie dat gevraagd heeft. Nee, maar dat, Dynamo is wel gewoon mijn club uit Nederland. En dat zit er zeker in. Dat op het moment dat ik ervoor kies om terug naar Nederland te gaan. Om te wonen en om te leven en te werken. Dan is Dynamo zeker de eerste optie. En dan hoop ik dat ze mij bellen eigenlijk. Maar dan zal ik ze zelf ook zeker bellen. Mooi, ja. Ik denk zeker dat als jij in Nederland gaat wonen, dan denk ik dat je in Nederland gaat spelen. Vind ik ook mooi trouwens. Ik zie jou dat zeker doen als internationals nog een paar jaar in Nederland afbouwen, zoals Wietse Kooistra ook gedaan heeft. Voor de rest zijn er geen vragen meer binnengekomen, dus ik ga jullie in ieder geval ontzettend bedanken. Voor jullie open en vooral heel eerlijke verhaal. Ik heb er in ieder geval van genoten. En ik hoop de kijkers thuis dat die er ook van genoten hebben. En ik hoop jullie in onze volgende webinars, als we die weer gaan organiseren, hopen we jullie weer te zien. En anders, we organiseren af en toe ook evenementen zoals specialistische clinics en de Talent Days. Dus ik hoop jullie daar ergens ook nog weer te kunnen zien. Voor nu, fijne avond en hopelijk tot ziens. Doei doei!